Ja, als je naar Agent komt, dan weet je dat je voor een moeilijke wedstrijd staat. Ik heb dit jaar al enkele wedstrijden gezien in de Champions League. En Agent is gewoon een geheel dat goed draait. En dan moet je bepaalde keuzes gaan maken. Afhankelijk van het materiaal dat je voor deze wedstrijd in handen hebt. We hebben bijvoorbeeld gekozen voor Mezaak langs de kant te laten, omdat er toch twee belangrijke wedstrijden aankomen voor ons de volgende weken. En dat die op 4 gele kaarten staat. Dus je maakt bepaalde keuzes. En dan kies je voor een 3-5-2. Ik denk dat dat goed stond. Ik denk dat de agent daar ook wel bepaalde problemen mee had. Alleen, als je dan natuurlijk in balbezit komt, dan moet je gewoon veel meer doen. Want voetbal is niet alleen tactiek en fysiek om de tegenstander het beletten van te voetballen. Maar als je dan bal hebt, dan moet je daar gewoon meer mee doen. Dat hebben we de eerste helft heel slecht gedaan. Heel veel afval in ons spel. Heel veel slechte controles. En dat heb ik aan hen ook met rust gezegd. Ik denk dat we de tweede helft dat veel beter hebben gedaan. Ze zijn er een paar keren heel scherp en goed uitgekomen. Maar dan in de laatste fase, denk ik, een paar keer de verkeerde beslissing genomen. En dan is het natuurlijk zuur dat je tot 5 minuten voor tijd dat punt in handen hebt. En dat je dat dan weggeeft op een stilstaande fase. Waarin dat ik vind dat onze doelman die bal niet moet boksen, maar gewoon nemen. En dan komt het vervolg er niet en dan komt die hoekschop niet. En dan staan we een beetje te slapen bij de tweede bal. En dan trapt natuurlijk Boussoufa die geweldig binnen. En ja, dan is dat natuurlijk spijtig. Ik krijg voor de wedstrijd de vraag, moeten wij hier... Moest Kroen hier punten nemen? Nee, dat moet niet. Heel veel ploegen hebben het hier moeilijk. Maar als je dan zo kort bent, ja, dan hoop je daar wel op. Voor ons is het ergst, denk ik, naar de komende wedstrijden toe dat we twee spelers verliezen. Noé die een tweede gele kaart pakt. En Thibaut Peyre die zijn kruisbanden heeft gescheurd. De tweede keer in 1 jaar tijd. Dus dat zijn voor ons de minpunten eigenlijk van deze wedstrijd.